Welkom bij Koop of Verkopen 2012. Dit is week 48. Het rendement van de portefeuille is deze week opnieuw gestegen tot maar liefst 24,2%. De AIX-index staat in dezelfde periode op een rendement van 8,2%. In de portefeuille doen de posities op Randstad, BAM en Fugro het erg goed, met winsten tussen de 6 tot 12%. Tesco PLC blijft ook deze week weer de slechts presterende positie in de portefeuille met een verlies van ruim 8%. De gast van deze week is technisch analist Roy Stostrams. Ja, de portefeuille ziet er redelijk evenwichtig uit. Wat me wel opvalt, dat is dat de meeste posities in de portefeuille een korte termijn karakter hebben. Het doel van de portefeuille is natuurlijk om de AIX te verslaan over het hele jaar. Dat doet u nu al, dus aan die doelstelling is wel tegemoet gekomen. Maar gezien het feit dat het vooral korte termijn posities zijn, denk ik wel dat je ook tijdig je winst moet nemen. En dat zal ik ook doen zo dadelijk bij het verkopen van een van de posities. Het aandeel wat ik ga verkopen, dat is BAM. BAM is, ligt er technisch bezien absoluut niet slecht bij. Maar het heeft al een flinke koerswinst behaald sinds de opname in de portefeuille. Bijna 10%. En dat gecombineerd met het feit dat we een weerstand zijn genaderd op €2,97... En daar staan we vandaag precies. Is dat voor mij een reden om in ieder geval die winst te verzilveren en die opnieuw in te zetten voor een ander aandeel waarvan ik veel meer verwacht, wat dus niet op een weerstand staat. Dus BAM wordt verkocht en ik pak daarmee een winst, die zet ik dan om in cash, van bijna 10%. Ja, wat gaan we kopen? Ik heb mijn oog laten vallen op Unilever. Er zijn meerdere technische redenen voor. Belangrijke is dat Unilever eigenlijk in de afgelopen 12 jaar een vooral zijwaarts koersverloop heeft gekend. Daar is eind vorig jaar een einde aan gekomen met de uitbraak boven de €26 weerstand. Nou, daar is een mooie opwaartse trend ingezet. Biedt nog veel opwaarts potentieel richting ongeveer €33,50. Dus vanaf de huidige niveaus een dikke 15%. En recent is daar een nieuwe weerstand gebroken op €29. Dus zowel op korte als op lange termijn een prima aandeel om te kopen voor een ritje van zo'n plusminus 15%. Ja, we gaan nu naar de portefeuille. Dan gaan we de orders doorvoeren. Dan gaan we het aandeel BAM verkopen. Die order gaan we inleggen. Oké, nou, we gaan dus een verkooporder inleggen. We hebben 922 stukken. Die gaan we inleggen op een bestens order. Koers is nu 2,98, dus dat zal ongeveer de uitoefen. Ja, ga aankopen Unilever, dat ga ik nu opzoeken. En we kopen stukken. We kopen 84 stukken. En ook die sturen we bestens door naar de beurs. Ja, dan gaan we nu alles checken. Zoals je ziet is BAM eruit en Unilever is erin. Meer weten over de koop- of verkoopportefeuille? Ga dan naar onze internetpagina op www.belegger.nl/koopenverkopen.html. U kunt zich via deze link ook opgeven voor de e-mailalert. U ontvangt dan een mail zodra er een nieuwe aflevering van Koop of Verkopen verschijnt. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Prettige handelsdagen.